Een gure noorden- of noordwestenwind kan bij ons voor een behoorlijk wisselvallig weerbeeld zorgen. Vanaf de Noordzee zetten talrijke buien koers richting Nederland en daarbij blijft het niet alleen bij regen. Soms kan het ook sneeuwen, hagelen of zelfs onweren. Dit komt omdat het zeewater minder snel afkoelt dan de lucht. Daarom is het in de zomer in de kustgebieden ook minder heet dan in het binnenland en in de winter komt het daar juist minder vaak tot vorst. Dit is te vergelijken met een kopje thee die ook maar moeizaam afkoelt en het dus nog even duurt voordat je hem kan drinken. Dat warme zeewater staat een deel van zijn warmte ook af aan de luchtlagen net daarboven. Daardoor ontstaat een groot verschil in temperatuur wanneer vanuit de poolgebieden dan koude lucht over de zee heen stroomt. Door dat temperatuurverschil begint die warme lucht op te stijgen en dat noemen we convectie. Wanneer die warme lucht hoger in de atmosfeer in contact komt met die koude lucht, dan condenseert de waterdamp en vormen zich kleine waterdruppeltjes. Wanneer het nog verder afkoelt, komen ook ijskristallen voor. Die ijskristallen kunnen nog verder uitgroeien tot hagelstenen of sneeuwvlokken en dan spreken we van winterse neerslag. Wanneer het vervolgens hagelt of sneeuwt, kan het aan de grond ook tijdelijk even wit of glad worden. Na die winterse bui volgen ook weer felle opklaringen en de zon smelt die hagel en sneeuw alweer heel snel weg. Zo'n gure noorden- of noordwestenwind zorgt in het najaar en de winter toch niet altijd voor winterse buien. Wanneer een krachtig hoge drukgebied opbouwt in onze omgeving, zorgt dat ervoor dat de atmosfeer ook stabiel van opbouw is. Dat betekent dat die warme lucht die vanaf de zee opstijgt, dan tegen een nog warmere luchtlaag aanbotst. Wat er vervolgens gebeurt is dat de bewolking zich uitspreidt in een aaneengesloten dek bewolking. En uit die bewolking kan ook af en toe een spat regen vallen.